Ja, we hebben echt veel meer minecarts nodig op dit moment. Hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van More to Answer. Nou ja, spelen Forcecraft. Oké, ik ga de sicke jump proberen. Oh, please do evolved. Evolved. Ga je me niet ontnemen. En More to died on impact. Nee? Ja. From repeated impact. Je gaat, zag je me vliegen? Zag je me gaan? Huh? Leggen nou al je spullen hier bovenop? Of nee, nee, oh, nee, dat nee. Zijn oh, gewoon... niet aan mijn spullen zitten. Volgens mij heb ik wel spullen van jou, maar die lagen echt hier bovenop. Ik pakte gewoon opeens 1500 dirt op. 1500 dirt. Mijn dirtverzameling. Nee. Hoe kan dat nou? Ben je op de... Wel op de... Ik was ergens anders gespannen en toen ben ik weer doodgevallen. Dit is goed, echt bizar. Voor een aflevering. Oké, okay, hier ben ik een keer doodgevallen, kennelijk. Ik heb wel wat van mijn spullen. Maar ja, we gaan er wel achter komen. Nevermind. We moeten vooral even goed checken of je wel je shoot upgrades hebt en zo. Want anders als je... Ja, die heb ik nog. Jawel. Je naar winter gaat, dan ben je opeens een doodvriezer. Naar winter. Naar winter. Goed, het koude. De cold camera. More to is coming to winter. Dat is nieuw. Nieuw save HPO. Wist je nog niet? Ik heb het zelf gevraagd. Ja, echt heel game cool. Of... Game of Mortuary. Game of Games. Game of Games. Of games. Ja. Yep. Nou, iemand had in de comments gezegd. Laten we het even centraal, even jongens. Even jongens. Even. Nu zijn de grappen voorbij. Nee, eigenlijk. Maar in ieder geval. Iemand had gezegd van... waarom tips gevraagd. En doe even jullie projectjes opruimen. Jullie minecart projectjes. Dat is op zich een hele goede tip. Maar we houden niet heel erg van opruimen. Maar toch hebben we het gedaan. Maar ook weer een nieuwe gebouwd. Maar daarom hebben, is straks ja, meer. Ja, precies. Laten we zo even gaan kijken. Ik ben ondertussen even aan het kijken wat we allemaal gekregen hebben van Failcores. Ja, construction paste. Wood. Nee, het is allemaal... beetje jammer. Oh. Oké. Okay. Tot zover grappling hooks. Laat ik het gewoon niet meer doen deze aflevering. Het gaat verschrikkelijk. Ja, kijk. Dit hebben we gemaakt. Hier. Dit stukje. Oh. Toch grappled hook. Helemaal naar beneden. Naar 200... Of helemaal. Niet helemaal. Maar naar 265. Je kan niet zien hoe diep het wel niet is. Misschien als ik... Precies. Oh, dit is wel slim om hier even dicht te gooien. Ja, ik heb het op elke 64 blokjes ook dicht gegooid. Maar ja, het zijn dus vier verdiepingen naar beneden. Een enorme minecart track hier gebouwd. Dat met het gat wat we de vorige aflevering hebben. Oh, je hebt lampjes op de onderkant. Wat chill. Ja, toen jij die track aan het bouwen was, verveelde ik me. Toen dacht ik, hey, ga ik lampjes neerzetten. Hey, er mist hier een lampje. Oh dat jee. Gaat natuurlijk niet gebeuren. Not on my watch. Ja, nee, dus dat gaat allemaal prima. Kijkers willen het ook graag zien, hè. Ja, het moet ook leuk zijn om naar te kijken. Het oog wil ook wat. Het is tenslotte wel op YouTube, I know. We hebben een nieuw Minecraft experiment opgezet. Of experiment. Het is meer een beetje voor Sarah om te oefenen. Goed gedaan, Sarah. Nice. Nice. Ik kan het nu ook. Yes. Ja, en we hebben de... Oh, wat wel aardig is. We hebben hier dus een loading station. En door er hier gewoon 100 items in te gooien. En dan kijken hoe lang het duurt... dat hij laat. De vorige meting was 37 seconden. Dus we hebben besloten dat 2,5 items per seconde zo, in de loading station gaat. Dat is jouw gezicht lelijk, man. Jeetje. Kan ik ook niks aan doen. Nou ja, toen je een poppetje ging kiezen misschien. Maar oké, daar zijn we nu voorbij. Nou, die tijd is nu over. Volgens mij kan je het nog steeds wel doen. Hier, skin select. Ik kan ook mijn helm gewoon dicht doen. Gender. Als je daar blij van wordt. Other. Yep. Kijk. Ik ben niet female. Is dat beter? Ik zie het niet. Het is nog niet wow, jij bent dan. Groen, man. Ja, ja, ik heb iets niet goed gegeten. Ik zie nu... Nee, ik klep zit ga dicht. Ik ga even, ja... Klep houden, zeg ik altijd maar. Klep dicht, dank je. En, ja, dus dit gaan we eigenlijk maken. Of dit gaan we maken. We gaan het... Misschien kunnen we wel een stukje hiervan bouwen. Heb ik spullen bij me? Zit ik even te controleren. Ik heb nog van die loading... Misschien zijn ja, ik heb meegaat. Nog een paar van die load stations. Dat kunnen we ook bouwen. Ja? Je kunt ook gewoon een crafting table meenemen. En dan kun je altijd dingen bijbouwen. Dat is ook allemaal oh, nice. Die ligt hier. Ja, pak die maar mee. Ja, het idee is dat je eigenlijk gewoon alle minecartjes langs die laatste stations duwt. En dus dan gaan ze volladen. Nou, en als het laatste station bezet is, dan rijdt hij gewoon door. En dan gaat hij op zoek naar de volgende lege laatste station. Ja, laten we eventjes een plek zoeken waar gemijnd wordt, zoal. Ik denk dat we dan wel wat dieper moeten. Daar ook natuurlijk een nieuwe aan kunnen sluiten voor de test. Maar... Voor de test. Eentje die lekker dichtbij is. Goh, dat klinkt echt heel slim. Oeh, hier is het wel een beetje donker, ja. Nou, ik wil het toch hebben. Er zit ook een lampje op je helm. Nou, we gaan gewoon helemaal naar beneden hier. Maakt het ook uit. Ligt ja, ik heb bij. Dus mijn... is het hier?
wordt hier gemijnd. Het lijkt alsof hier wel... Past wel lithium of ijzer of zo. Oh, hier komt iets aan. Nou, lithium dan maar. Oké, okay, sweet. Dan kunnen we het... dit is wel een goede plek. Lekker bereikbaar ook. En dus wat we gaan doen, is hier in die bochten... Deze bocht is wel prima. We gaan die bocht gebruiken. Dus elke 16 blokjes omhoog zit er een bocht. Dus altijd, het is nooit echt heel ver weg. Altijd wat te doen. En dan gaan we met lopende banden gaan we daar naartoe. Oké, dus we moeten dit hier een beetje uitgraven. Ik 3 hoog. Ik heb nog niet echt een idee van hoe ver het precies moet. Maar een lampje erbij. Geen hop. Geen holle base. Nee, dit is... Oh, je gaat... Hier toch? Je gaat niet naar achteruit bouwen. Ja, ik ging gewoon naar de zijkant uitbouwen. Zo. Nee, ik vond dit een hele logische plek. Kijk, misschien hebben we een beetje los... Nee, ik zie het nu en ik vind het veel logischer. Maar je doet het gewoon in het verlengde, dan is dat ook veel logischer met dat aansluit. 3, 4 en dan de andere kant op 1, 2, 3, 4. Hadden we bedacht dat we later misschien dat 8... Ja, hier komen dan die uitlaatstationnetjes, maar we beginnen nog niet met uitlaatstationnetjes plaatsen. We doen er gewoon eentje om te beginnen en dan komt die boost komt. Ik ga wel eventjes wat oorsprengen dan. Ja, oh nee, ik heb jij nu nodig, want jij hebt die laatste chance. Of heb je die... Yes, ik heb het. Jij hebt het. Oeh, we moeten laten... Ik ga het in een hopper stoppen, dan kunnen we direct dat nieuwe laten zien. Dat nieuwe. Oh ja, klopt, want ze hebben een interface gegeven aan storage hoppers. En als je hier nu allemaal spullen in doet, dan... kun je dit doen? Nee, kun je dit doen? Kun je dit doen? Nee, maar... Jij kan er wel spullen in gooien en dan komen er gewoon plekken bij. Als je er gewoon zo allemaal spullen in doet... Oeps, glowstick. Random glowstick, surprise. En dan kun je gewoon hier in de hoppen kijken en dan kun je de dingen uitpakken. Nee, je kan er geen... Dude, je kan helemaal geen dingen uitpakken. Je kan alleen zien wat erin zit. Kun je geen dingen uitpakken? Oh, dat heb ik toch echt wel gedaan. Maar ik zat er ook alleen met mijn karretjes erin, dus misschien is dat het. En dan, misschien moet je erop klikken, is dat het? Als je gewoon één keer op klikt? Oh ja, precies. Maar dan pak je wel dingen allemaal. Uitpakken. Ja, maar dan pak je wel allemaal, hè? Dus ik had wel gelijk. Ja, maar toch ook nee. Dus. Je hebt het geprobeerd. Ja, je probeert. Ja. Nou, het wordt niet de meest mooie lopende band, maar ja. Kijk, en hier moet dus op deze vakjes die hier zo zijn, kun je dus eentje uithalen. En daar kan dan een loadstation komen. Misschien moeten we hier een klein buffertje aanleggen van storage hoppers. Easy peasy. Je moet ook nog de gates plaatsen, dus misschien moet het een klein beetje opgeschoven. Ja, misschien moet jij dat even doen. Ja, ik kan het ook wel doen. Er zit geen gate in. Ja, waarom zijn die gates zo belangrijk? Gate? Is dat als een minecart hier langskomt, om laag, zeg ik het goed? Stel een... Eigenlijk moet je... Oh, ik heb er eigenlijk niet zo heel lang over nagedacht. Oh ja, nee, ik weet al hoe het gaat. Ja, precies. Want kijk, hier... Heb je nou dat inloadstation nog voor mij? Kun je die plaatsen? Inlaadstation, uitlaat... Ik heb het toch allemaal aan jou gegeven? Oh, oeps. Was net niet in de buurt. Bij me. Oh, nice. Sorry. Je hebt helemaal gelijk. Het gaat zo meteen om hier, jongen. Oh. Dat hoor ik graag. daarom zeg ik het toch ook. Ik bedoel, nou ja, anyway. Dus die minecarts die komen hier. En die komen naar beneden, want ze zijn leeg. Dan komen ze beneden. En dan komen ze hier en worden ze ingeladen. Maar dan gaan ze verder naar beneden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus dit moet eigenlijk eentje opgeschoven worden. My apologies. Is niet helemaal goed. Zoiets, ja. Dan kan hier dit. Oh, die had gewoon kunnen blijven staan zo. De buffer is nog daar. Ja, mooi maken doen we het later. Oh ja, precies. En dan zit hier zit een gate. Is het de full gate dan, toch? Of de empty gate? Ik vergeet het altijd. Ik kan in principe al... Ik zou een empty gate doen. Volgens mij is het de empty gate dat die... De empty gate moet hier, want als die empty is, moet die door. En als die niet empty is, moet die omdraaien. En dan moet een rode pijltje moet dan naar beneden wijzen. Oh ja, dat doet hij nu. Ja, precies. En dat betekent dus dat als een karretje hier gevuld is en hij wil verder, dan zeggen ze nee, je moet terug en dan gaat het volle karretje omhoog. En als een karretje leeg is die hier langskomt, dan gaat het goed, dan gaat hij verder naar beneden. Dat kunnen we wel even laten zien. Dan kunnen we van hier even een karretje erop gooien. Helemaal gelijk. Maar is het wel, dan moeten we goed opletten dat we hier ook even een gate neerzetten, want als je dan de andere kant op gaat, zijn we hem niet direct kwijt. Ja, maar dat kun je ook wel regelen door de minecart.
kart tracks te draaien, zoals ik net heb gedaan. Ja. Ga, ja, jij weet dat, welke kant hij eerst op gaat. Ja, groen, ben ik, hij gaat naar groen. 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 Lingo never dies, baby. Ja, sowieso Lingo. waar? volgens mij ben ik echt oud aan het worden. Jammer. Oh, het is ook wel leuk. Hou je ook niet sommige tegen, dingen, ja, precies. Heb ik het soms weer opgepakt? Nee, ik heb het depot niet meegenomen. Oh. Ik er wel. Ja? Awesome. Ja. Heb je ook minecarts mee? Ik heb alleen een fast minecart bij me toevallig nog. Oeh, dat is al goed. Snel. Ja, lekker snel, ja. Awesome. Okay, zal ik hem erop zetten of gaat, ja, laten wat, we voor de zekerheid nog even een gate praten? Deze, nee, ik trek deze wel gewoon uit. Dat is ook prima. En dan plaats ik hem zo terug. Zet hem maar op. Doe hem in die hopper en dan wordt hij gedeployed. Mooie blauwe. Bling. Oké, dus nu wordt hij geladen. Oh, niets. Waarom niet? Wat? Hij gaat er gewoon... Ja, die zijn we kwijt. Hè? Nou, tot zover dit goede verhaal. Ja, wauw. Nou, als je echt wil weten hoe het zit, dan moet je naar anders kijken. Ja. Ik ga zo even gaan doen. Ik ga even naar beneden. Ga ik een buffer installeren, zodat die karretjes tenminste weer naar boven komen. En dan ga ik ondertussen karretjes halen, denk ik. Ja, is goed. Zie ik je zo meteen. Alright, man. Het zit... Dat af en toe lijkt alsof de surf niet helemaal trekt. En volgens mij heb je de fast hopper opgepakt, of niet? Ik heb de fast minecart. Ja, zal ik hem er even opgooien? Nee, ik deploy eerst wel deze basic minecart met de booster. En als het goed is, gaat hij hem nu inladen. En ik weet niet of de server dat leuk vindt. Ja, hij gaat een beetje te ver en dan... Ja, dat doet mij ook, ja. Stop die fast minecart er maar in. Of had je het al gedaan? Nope. Doe er maar in. En dan wordt hij omgekeerd. Ja, en dan, omdat hij vol is, dan moet hij naar boven. Dus dat is prima. En... Oh, die gaat er, vliegt er echt bijna doorheen. Ja, bij mij leek het ook alsof hij door vloog. Maar nu is hij opeens weer hier. Dus die, als je die blauwe minecart ziet, of überhaupt minecarts, dus nu niet vreemd, dan ja, dan is dat zo. Maar... Oh, die zijn nu, en die vallen nu boven kapot. Dat is prima. Boven? Ja, ze gaan helemaal naar boven nu, de karretjes. Oh ja, klopt. Ja, ik zit achter ze. Het lijkt wel alsof de fast minecart best wel even snel is eigenlijk. Oh nee, dit is de langzame minecart en dan is dat de fast minecart. Oh ja, nee, die fast minecart die gaat wel echt sneller. Ja, dat is wel relaxed. Ja, dat is wel echt... niet bij te houden. Oh, je wakker meer gehaald. Yay. Goed gedaan. Dus zo worden dan de items naar boven gebracht. Dus we moeten hier nog wat meer van die stationnetjes bouwen. Nou, dat is allemaal prima. Dat is volgens mij niet meer zo heel... Ja, niet meer zo veel werk. Dat is niet echt, ja, we hebben nu uitgevoerd hoe dat moet. Wat we nu moeten doen, is het gaan inloaden. Ja, ik denk dat dat alweer een hoop werk is. Hoppa! Spider Bro. What the hell, man. Wat doet hij hier? Hij heeft wel mooie kleurtjes, dat scheelt alweer. Heeft hij dan, bij mij ziet hij eruit als, zeg maar, mijn skin. Maar ziet hij dan bij jou eruit als jouw skin? Jazeker. Ja, bij mij ziet hij eruit. Bij mij is hij mooi. We moeten ook nog eens een keer die station bouwen voor Spider-Bro. Dat we hem kunnen opladen, ja, en dat we hem klopt. Een gun kunnen geven. Ja, klopt. Iets wat echt keilang laat liggen, maar oké. Okay. Oké, dus hier komen zo die minecarts binnen. Sterker nog, dat zou al gebeurd moeten zijn. Liggen ze dan hier? Oh ja. Oh nee. Ja. Het wordt waarschijnlijk ook voor een deel opgepakt door die... hoe heet het? Door te gaan rondlopen. Ik ga even hier wat hoppers... Ja, ik ga hier wat hoppers opzetten in vacuum mode. Zodat dat als er iets op de grond valt, dat het gewoon hier gelijk in verdwijnt. Anders dan pakken de Falcors het op. Die ruimen dat ook wel de spullen van ons op. Maar ik heb liever dat het in die hoppers zit. Dan hoef ik niet overal te gaan zoeken. Oké, dus ik denk dat dit een goede plek is om het af te takken. En dat we hier dan alles moeten gaan smelten. Ja, of gewoon uitladen eerst. En dan de smelterijen, die staan op zich op dit moment goed. Die kun je gewoon nog blijven gebruiken, toch? Ja, dat is waar. Maar je kan het ook gewoon gelijk in smelterijen stoppen. Waarschijnlijk wat je wel kan doen, is gewoon als je bijvoorbeeld zo hier naartoe uitlaat. Dus dan maak je hier wat uitlaatrailsjes of zo. Dus die zijn, stel dat dit uitlaatdingen zijn. Zo. Burp, en dan laat hij het hierin uit. En dan doe je bijvoorbeeld, stel dat... Rup, noem eens een blokje. Stel dat dit nou smelterijen zijn. Dit zijn smelterijen. Zo.
En dan doe je hier, doe je filters aan de ene kant van alles wat niet smeltbaar is, dat ga je dan eruit halen. En op die manier kun je zeg maar worden die smelterijen gelijk ingeladen. Huh? Ja. Even kijken hoor. Want zeg maar, wat best wel jammer ja, is. Ja, dat blijft wel goed gaan, want je hebt maar 4 ores nodig. Ja, precies. Dus dat betekent dat je van elk type krijg je er 3 zitten erin. Nou, dus dat is iets van 20 items of zo, max. Iets in die trant, iets in die orde grootte. Misschien 30 of zo, maximaal. Zijn er 10 verschillende metalen? Niet eens. Dus sowieso 30 capaciteit, dat is wel prima. En dan zet je gewoon voor elk uitlaatstation zet je 1 smelterij op. En dan moet je gewoon zorgen dat de smelterij de capaciteit van het uitlaatstation aankan. Oh ja, dat is ook waar. Ja, alternatief is dat je het zo doet. Meer smelterij en zo. Ja, je zou er altijd meer smelterij op kunnen zetten. Er is in principe genoeg ruimte. Ja, want het nadeel namelijk is dat die waarschijnlijk is het heel moeilijk om die spullen eruit te krijgen. Om die uit te laden en dan weer over lopende banden te laten gaan, dan verlies je dat zoveel snelheid. Ik denk dat het op zich wel een goed idee is. Alleen is de vraag even hoeveel capaciteit heb je. Nou ja, en mocht het niet genoeg zijn, dan zet je er gewoon, wat jij zegt, dan zet je er gewoon extra smelterijen tegenaan. Ja, laten we gewoon daarmee beginnen. Kijken hoe dat gaat. Wil jij daar een setup voor maken? Ik heb het gevoel dat jij wel echt helemaal thuis bent met die filters en zo. Als ik zo een beetje hier om me heen kijk. Hint, hint, wink, wink. Je zou het ook hiervoor in principe op aan kunnen sluiten, maar dit is niet snel. Ja, we hadden het bedacht, maar volgens mij is het best wel zonde omdat... Ja, laat ik het zo zeggen. Je moet het heel groot maken dan. Hier is het zo dat bijvoorbeeld dit systeem, dat filtert die ores uit en dan gaat het naar de goede smelterij. Maar in principe is het niet nodig. Of, nee, je kunt beter gewoon een plek smelten en dan de bars uitsorteren. Ja, als je het eerder smelt en daarna gaat kijken van, hé, wat voor soort bar is het eigenlijk? Ja, dan moet je wel zo'n filterinstallatie nog een keer bouwen. Dat is dan een nadeel. Maar het voordeel is dat je 4 keer minder items hoeft te sorteren. Ja, zeker. Dat scheelt een hoop. Want kun je in principe, want nu is het ook zo. Je kunt wel alle ores weer gaan verplaatsen. Maar als je dan dus meer capaciteit wil dan we nu hebben, zul je alsnog meerdere lopende banden aan moeten leggen per oor. Want we hebben nu al een capaciteit van 1 lopende band per oor. Klopt, ja. Weet je wat ik ga doen? Ik ga hierachter een buffer plaatsen. Dat is veel handiger. De buffers, dat zijn die stukjes rails die het gewoon omdraaien. Ja, als hier een minecart aankomt, dan schopt hij hem weer naar beneden. Blijft hij als goed heen en weer gaan. Dat is wel relaxed. Ja, dus als jij dat bouwt, dan ga ik denk ik nog wat dingen aansluiten. Ja, ik ga wel even kijken. We moeten het hier denk ik wat groter opzetten. Ik ga die lopende band die hier ligt, ga ik even weghalen. Komt goed. Ik ga wat mooi maken. Alright man, volgens mij hebben we echt veel meer Minecrafts nodig. Installatie, sorry hoor. We hebben een beetje veel koffie gedronken. Ook al is het laat op de avond. Maar ik zal proberen wat langzamer te praten. Oké, in slow-mo. Dus ik heb hier deze installatie een beetje anders ingepakt. Om alle lithium hierheen te sturen. Maar volgens mij hebben we echt veel meer Minecrafts nodig op dit moment. Wat we ook zouden kunnen doen is eventjes dit vervangen. Gewoon dit even eruit halen. En deze ook. Omdat er is voorbij dit punt, is er sowieso is hier niks beneden. Dus laten we hier gewoon een buffer neerzetten. Zodat die sowieso alle minecarts omdraait. Dat is al een goed plan. Het enige wat is dat hier misschien wel een minecart zo meteen naar boven komt. Laten we toch wel vacuum doen. Zo, als hij dan hier crasht, dan komt hij tenminste hierin. Wat ik nog meer heb gedaan, ik heb hier... Oh, hier is een kart. Yep. Ik heb het hieronder. Zit de koper. Vroeger kwam het koper hier via... Ging het hier zo... Woep, de lopende band op. Dat is nu ook niet meer. Opgeruimd netjes. Dus dat wordt gewoon gelijk hier naartoe gebracht. En dat gaat dan ook in Minecraft op. En dat heb ik ook nog gedaan voor het tin, denk ik. Koper, ik denk dat alleen ijzer daar beneden is, toch? Dat bedoelde ik ook. Ja, dat bedoelde ik ook. Ik zei alleen gewoon het andere. Maar ik was nog aan het opletten, dus dat is mooi. Heel goed. We hebben dus 3 metalen al die erop aangesloten zitten. En dat was eigenlijk best wel weinig werk. Het ging best wel makkelijk, ook omdat we gewoon natuurlijk in de buurt van deze schacht bouwen. Maar het was echt best wel chill. Dus goed, relaxed. En dan gaan we even kijken naar wat Sarah heeft gebouwd. Dat is deze kant op. Wow. Dus hier komen die minecarts binnen en dan is het project Sarah time.
Ja, het is je moet helemaal anders nog, maar het idee globale het idee is hetzelfde, er. Toch? Ja. Ja, je kunt nu al bijvoorbeeld wel leuk om te zien. Je kunt hier al zien dat het smelterij het hier gewoon niet aan kan, die eerste. Oh, wat vet man. Dus hier dat betekent een smelterij. Dat je. Oh ja, je kan het waarschijnlijk zien in die hopper dan, toch? Het zit gewoon helemaal vol met spullen. Ja. Oh, wel heel chill dat je dit zo die interface hebt eigenlijk. Het is echt in één keer dat je zegt, oh, ik weet dat er in die hopper zit. Ja, dus dit is helemaal goed. Misschien daar nog voor scannen. Ja, dus we moeten allemaal even anders opgezet. En een ander probleem wat je misschien ook wel ziet dat je hier rondkijkt. Nou, we hebben dus nu voor 5 het opgezet. En dat kunnen we smelten en dan moet het daarna nog uitgefilterd. Nee, je ziet ook wel, het werkt goed, want er zit nu nog geen filtersysteem aan. Nou, we zouden eventueel dat filtersysteem erachter kunnen hergebruiken. Maar ja, we willen onze Ordive ook graag blijven gebruiken. Dus dat laten we mooi eerst nog even intact. En dan krijgen we gigantisch ruimtegebrek. Dus maar dude, ook, we kunnen de Ordive ook hierop aansluiten. Oh, natuurlijk, want het gebeurt dan, het komt dan hier wel goed. Ja. Ja, je hebt helemaal gelijk. Oh, dan kunnen we dat filtersysteem wel gebruiken. Dan hebben we misschien wel gewoon de ruimte. Dat zou best prima zijn. Ah, het is goed dat ik even meekijk. Jazeker. Maar het is wel echt chill. Ik was wel helemaal van plan om het een beetje te verbouwen, zodat we het gewoon ergens anders heen gingen brengen. Dan het enige wat je dan gaat doen is, want nu staan ze ingesteld op oars waarschijnlijk. Op oars, ja, dan zet je ze op bars. Sick. Ja. Ja, en dan moet je al die smelterijen aan die andere kant daar weghalen en zo. Maar dan moest, en je moet even goed kijken hoe je dan met de Ordive alles goed verdeelt over deze verschillende smelterijen. Dat is wel het enige nadeel. Dat je waarschijnlijk krijg je wel een beetje ruzie met het. Ja, eigenlijk wat je misschien wel zou willen is dat je de twee systemen, dus de ene met de superlopende mand en de andere met super minecart, dat je die even naast elkaar hebt, dat je het ook weer kan terugvallen. Wie weet. Aan de andere hand moet je kijken, ik heb al 3 dingen heb ik al geautomatiseerd. Of koper ore kregen we niet binnen, maar ik heb al die andere dingen heb ik gewoon. Ja, ik krijg hier nog gewoon koper bars. Ik denk dat het op zich wel loont om het gewoon wel om te bouwen. En je kunt die Ordive gewoon op 3, 4 of 5 eigen smelterijen aansluiten. En dan gooi je die bars gewoon in de filtersysteem. Ja, easy peasy. Dan is het gewoon klaar. Dus dat gaat alleen nog wel even tijd kosten voor de afwis. Dus dat gaat nu denk ik niet meer lukken. Ja, dat maar gaat moeilijk worden. Maar het idee is in ieder geval duidelijk. Hier komen gewoon cars binnen en hier zit een empty gate. Met een rode pijl naar beneden. En dat betekent dat eigenlijk alleen maar karretjes naar beneden mogen als ze ook werkelijk empty zijn. Dus wat waarschijnlijk op een gegeven moment gaat gebeuren is dat er hier zoveel volle karretjes zijn dat al die uitlaatstationnetjes tegelijk bezig zijn. En dan zegt een vol karretje, er zijn hier er is hier niks te doen. Ik ga weer naar beneden en zeg ho. Je moet even nog een rondje maken, net zolang dat je uitgeladen bent. Maar wat ik nu al zie is dat we echt veel meer minecarts nodig hebben. Ja, en ook veel meer smelterijen. Maar dat is ook niet zo gek, want we deden ook 3 smelterijen per 1 lopende band. Dus ja, als we dan nu proberen dat klopt om 1. Wel, ja. Waarschijnlijk, hoeveel smelterijen hadden we voor? 6 soorten metaal? Ja, al deze zouden we dus moeten hebben. Ja, we hadden er 21. Maar toen konden we het waarschijnlijk net niet bijhouden, hè? Nou, het is een beetje moeilijk inschatten. Dat hield het volgens mij wel prima bij. Want je zag heel langzaam, maar zeker de hoppers dan leeglopen. Maar ze lopen eigenlijk continu vol, omdat we gewoon niet snel genoeg die bars ophalen. Precies. Oh ja, daar ligt de capaciteit. Ja, precies. Ja, we moeten die opslagcapaciteit ook gewoon gigantisch vergroten, denk ik. Daar kunnen we denk ik volgende aflevering wel een beetje naar gaan kijken. Omdat we hebben. Er is een nieuw massa-opslag. Of het massa-opslagsysteem is verbeterd. Ja, dat is misschien nog wel een idee. Dat is wel interessant. Moeten we even naar kijken. Ondertussen ben ik meer minecarts aan het bouwen. Mocht je afvragen waarom ik al die spullen bij elkaar aan het halen ben. Ik zal gewoon basics bouwen. Ja, we wilden die sneller, maar dat duurt waarschijnlijk wel. Oh, dan zou ik die maar goed gaan stampen. Ik heb er nog 100. Oh nee, nikkel zei je. Ja, nikkel. We hebben alleen geen stamper hiervoor zitten. Daardoor gooi ik het gewoon hierin. Is dit de stamper? Nee, dit is de stamper. Blammo. En weet je wat ik doe? Ik breid deze capaciteit gelijk even uit. Dat is altijd wel echt relaxed om te hebben. En dat betekent dat aan de achterkant ook de capaciteit uitgebreid moet worden. Zo. Oh, ik zal zorgen dat ze om. Oh, dit zijn draadjes. We gaan nu echt keiveel draadjes maken, kennelijk. Oké. Okay. Prima. Dat is goed. Maar wat is dan die stamper? Nee. Dus dit is de stamper plant. Oh, die was al uitgebreid. 4 van die. Dit en, ja, had veel koffie op zijn. Nou.
Niet zo scherp, hè, voor iemand die zoveel koffie heeft. Nee. Ah, komt wel goed. Oké, we krijgen in ieder geval weer nickel plates binnen. Dus kunnen we zo meteen extra veel minecarts mee maken. Ik vind het echt leuk, jongen. Het is echt zo chill om gewoon te zeggen van... Oh, ja, we hebben niet genoeg capaciteit op het netwerk. Prima. Ik gooi er gewoon meer minecarts op. Blam. Geregeld. Ja, en als je dus bovenin allemaal volle minecarts hebt... dan weet je dat je die niet snel genoeg kan uitladen. Ja, en als beneden... Dan weet je ook dat je dat moet oplossen. En als je meldingen krijgt dat je ore extractors offline zijn, dat betekent dat je meer karretjes naar beneden moet sturen, omdat die waarschijnlijk de spullen niet kwijt kunnen. Dat is optie 2. Ja, dat zou ook kunnen. Anyway, ik denk wel dat het gaat doen voor deze aflevering. Ik vond het vet, man. Dit systeem wordt echt beef. Super beef, ja. We moeten het heel, denk ik, echt wel wat grotere rijmen gaan opzetten. Dus het kan best zijn dat we de hele boel verbouwen, maar het gaat in ieder geval eindbaas worden. We moeten het altijd grotere rijmen opzetten. We moeten ook even gaan kijken waar het allemaal gaan laten. Anyway, dat gaat het doen. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Ik wel. Ik vond het echt crafting, jongen. Dat is het beste. Yes. Dat is nice. En ik hoop je al te zien in de volgende aflevering. Tot ziens. Tot ziens.